Welkom bij de uitleg en playthrough van Alice's Garden. Alice's Garden is denk ik een tegenlegspel in de puurste vorm van tegenlegspellen. Het is super simpel. Je hebt het echt in 1 minuut, oké, met scoring misschien 2 minuten aan iemand uitgelegd. Echt een perfect familiespel. Ja, en daarna ziet het er ook nog prachtig uit. Het ziet er heel mooi uit. Vooral de cover ben ik echt verliefd op. Zo ontzettend mooi. Dit staat in mijn top 10 mooiste covers op dit moment. Dat snap ik. Durf ik zomaar te zeggen. Dat snap ik helemaal. Ben ik het ook zeker mee eens. Nou ja, hoe speel je Alice's Garden? Want het is makkelijk. Maar ja. Goed, moeten we het nog wel even uitleggen. Ja, is misschien praktisch. Laten we toch even naar de tafel gaan kijken. Oké, Alice's Garden speel je als volgt. De actieve speler die kiest een zakje. En zoals je op de zakjes kan zien, heeft elk zakje een andere vorm. En dat zijn natuurlijk de vorm van de tegeltjes die eruit komen. Dus stel je voor, ik wil heel graag een vierkant tegeltje leggen en ik ben de actieve speler, dan kies ik dit zakje. Dan pak ik het aantal tegels van het aantal spelers dat er zijn, in dit geval dus 2. En om het even voor jullie makkelijk te maken, om te beginnen ligt er al 1 tegel. En diegene die overblijft, die blijft dus liggen. Dus je hebt altijd 1 tegel meer om uit te kiezen. De actieve speler die kiest vervolgens welke tegel hij wil plaatsen. Nou, ik pak er nu even een random. Ik wil deze plaatsen, die leg ik op mijn bord. Dan is de volgende speler aan de beurt. En zo gaat het verder. Het spel is afgelopen als een speler geen tegel meer kan plaatsen. Precies, en dan gebeurt het volgende. Iedereen die ronde geen tegel kan plaatsen, die mag een bonustegel pakken. Ja. Hou die bonustegels even in de gaten, want die zijn nog belangrijk tijdens het spel. En die mag je niet kiezen. Dit is echt alleen de bonustegel, dus je mag uit deze zakjes allemaal kiezen. Maar deze, de enkele stukjes, die zijn bonus. Precies, dus iedereen die niet meer kan in die ronde, die mag een bonustegel pakken. Aan het einde van het spel mag iedereen de bonustegels die je tijdens het spel verzameld hebt, nog plaatsen. Ja, dan scoor je punten, soms wat minpunten. En degene met de meeste punten, die wint. Ja, dit is dus eigenlijk hoe het hele spel werkt. Maar oké, dit is een klein beetje flauw. Want natuurlijk moet je die tegels op een goede manier plaatsen. En dan zo voordelig mogelijk, zodat je zoveel mogelijk punten krijgt. Ik denk dat het goed is om eventjes in te zoomen op een spelerstablootje. Want hieronder kan je namelijk precies zien hoe je allemaal punten scoort. Dus dat is lekker makkelijk tijdens het spel. Maar dan kunnen we ook zien waar je nou eigenlijk punten voor krijgt. Nou, om te beginnen zie je hier onderaan staan waar je aan het einde van het spel allemaal punten voor krijgt. En je ziet deze symbolen die hieronder vermeld staan, die zie je dus staan op de tegels die je zo meteen gaan plaatsen tijdens het spel. In een kolom wil je eigenlijk 2 of meer paddenstoelen hebben die niet naast elkaar liggen. Als dat lukt, scoor je daar 8 punten voor elke kolom waar dat in gelukt is. Deze schaakstukken die wil je eigenlijk op het schaakbord hebben, dat pad hier in het midden. Telkens als dat lukt, dus een schaakbordstuk op zo'n schaakpad, krijg je daar 5 punten voor. Dan heb je de bomen. Bij de bomen ga je kijken naar de rijen. Je gaat kijken naar 2 bomen die zo ver mogelijk uit elkaar liggen, maar waar geen andere bomen tussen liggen. Als dat lukt, ga je het aantal vakjes tellen dat er tussen ligt, plus de vakjes van de bomen zelf. En die punten krijg je per rij. Je hebt ook nog deze personen, dat zijn een soort kaartmannen. Op het moment dat je een kaartman naast een andere kaartman neerlegt, dan krijg je daarvoor 1 bonustegel. Mocht je hem naast 2 kaartmannen tegelijkertijd neerleggen, dan krijg je daarvoor 2 bonustegels. Die bonustegels mag je dus niet direct plaatsen. Die leg je naast je bordje neer en aan het einde van het spel mag je die allemaal plaatsen. Het laatste zijn de rozen. Je probeert dus een groot mogelijke groep te maken van aaneengesloten rozen. Als die groep bijvoorbeeld 4 groot is, dan krijg je daarvoor 16 punten. Je telt elke groep, je telt alle punten bij elkaar op. Dan zijn er nog 2 punten waar je minpunten voor krijgt. Als je namelijk een bonustegel aan het einde van het spel niet kunt plaatsen, krijg je daarvoor 5 minpunten. En voor elk cluster van vakjes waar je niks hebt ingevuld, krijg je ook nog 5 minpunten. Een heleboel manieren dus om punten te scoren. Helaas ook best wel wat manieren om minpunten te scoren. Dus hou daar zeker rekening mee. Wat ik zelf altijd best wel tricky vind, is dat je die bonustegels dus pas aan het einde mag plaatsen. En dat is dus op het moment dat iemand, en waarschijnlijk ook jij, want jullie gaat een beetje gelijk op, geen tegel meer kan plaatsen. Ja. Dus dan moet je geen tegel kunnen plaatsen, maar je moet wel nog ruimte hebben voor die bonustegels. Dus een paar van die vakjes waar je anders niks mee kan.
Want als je die niet kan plaatsen, krijg je minpunten. Ja, en belangrijk om te weten, je moet een tegel plaatsen als het kan. Dus je kunt wel denken, ik heb 36 bonustegels verzameld. Ja. Ik ga niks meer neerleggen, want hele ik moet die allemaal kwijt kunnen. Ja, dan moet je dus niet voor elkaar krijgen. Dus zorg ervoor dat het eigenlijk precies uitkomt. Ja, dan nog één maar, want jij zei kaartmannen. Volgens mij zijn dat tuinmannen. Dat vind ik een beetje vaag. Ja. Ik heb ook, wat heb jij met Alice's Garden, of Alice in Wonderland? Ja, ik heb daar heel weinig mee, moet ik zeggen. Maar ik heb ook nog nooit er iets van gezien. Dus misschien gaat het daar mis. Ja, ik vind ook een beetje van die kaarten met voetjes en zo. Ik vind het allemaal een beetje moeilijk. Ik snap het ook niet. Maar het ziet er prachtig uit. Laten we eens een potje gaan spelen. Voor mij mag jij startspeler zijn. Dankjewel. En mocht je nou denken, met hoeveel mensen kun je dit spelen? Je kunt het met 1 tot 4 mensen spelen en je doet er zo'n 30 minuten over. Ja, nou, wij doen het sneller, maar we spelen tot nu toe met 2. Ik kan me voorstellen, als je met meer mensen bent, dat het dan langer duurt. Want iedereen moet natuurlijk even nadenken over een tegeltje, hoe je die puzzelt. Nou, in eerste instantie pakt de actieve speler dus 2 tegels, namelijk het aantal van het aantal spelers. Maar we moeten natuurlijk beginnen met eentje meer. Dus de eerste ronde pakt hij er 3. En jij gaat voor het vierkante tegeltje. Ja, en ik denk dat ik ga, want zoals ik noemde bij de scoring die je onderaan ziet staan, is het bij rozen zo belangrijk om zoveel mogelijk aan 1 gesloten te hebben. Dus ja, maar ook weer niet meer dan 5, want dat levert je niet extra punten op. Dat gewoon klopt. Groter dan 5 heeft geen zin. Maar goed, 2 rozen naast elkaar op 1 tegel vind ik best een goede score. Ja. Hier staat geen schaakstuk op, dus ik ga hem niet in het midden neerleggen. Dus ik krijg deze hier neer. Misschien nog goed om te weten dat je ze niet aansluitend hoeft te leggen. Ja, eigenlijk. Dat is heel vaak wel zo. Goed om te weten dat je eigenlijk bijna nergens rekening mee hoeft te houden. Het is belachelijk makkelijk. Oké, ik ga deze op zijn kop plaatsen. Tenminste, voor het aantal tekentjes. Want ik wil dan op die bomen. Want die bomen die moeten dan zo ver mogelijk naar links en zo ver mogelijk naar rechts. Dus ik dacht, als ik nou zo begin, nou, lekker. Dan vind ik dat wel interessant. Dan word jij startspeler en mag jij dus een zakje kiezen. Ja, en deze die blijft dus liggen. Dus ook hier kan je weer uit kiezen de volgende keer. Ik vind het wel een beetje moeilijk om in te schatten wat voor soort tegel ik nou nodig heb eigenlijk. Snap ik. Ik denk dat ik voor deze ga. Dus okay. Ik pak er nu 2 bij, namelijk het aantal spelers. Deze 2. En nu mag ik als eerste kiezen. Zeker. Ja, ik wil natuurlijk niet alleen die bomen, maar ik wil eigenlijk ook die paddenstoelen. Want daar scoor je ook echt lekker veel punten mee. Ja. Al heb ik me daar gisteren ook op gefocust en toen werd ik keihard ingemaakt door jou. Ik denk dat ik deze ga proberen, want dan zou die... Ja, kijk. Ik leg hem zo neer. Dat betekent dat ik nu 2 kaartmannetjes aan elkaar heb. Dat betekent dat ik 1 bonusfiche krijg, want je kijkt naar de groep waar je hem aanlegt. Dus ik kijk niet naar deze, die leg ik aan, maar ik kijk naar de groep. Dus een groep van 1 is niet zoveel. Maar ik krijg nu wel een bonus tegen die ik dus aan het einde van het spel nog wil plaatsen en ook moet plaatsen. Ja, even kijken. En mijn schaakstuk ligt ook op de schaakbaan. Lekker. 5 punten is dat. Ja. Ik leg deze hier neer. Dan sluit ik wel mijn groep van pionrozen af. Maar goed, 3 voor 9 vind ik nog best lekker. En het zorgt ervoor dat ik 2 van die paddenstoelen heb. En die kunnen er weer voor zorgen als ik 2 in een rij heb die niet naast elkaar liggen. Dat ik daarvoor 8 punten krijg. En wat ook wel lekker is aan die paddenstoelen, is dat ze niet zo groot mogelijk afstand moeten hebben. Ze moeten gewoon niet naast elkaar liggen, maar wel 2 in een kolom. Even zien. Dan neem ik deze van je over. Dat is iets makkelijker te bereiken dan die boom. En dan leg ik het zo neer. Ja, oké. Hoe ga je dit doen? Ik zit even te twijfelen inderdaad wat ik ga doen. Ik zie daar een schaakstuk staan. En misschien ga ik gewoon heel makkelijk ervoor zorgen dat die op het speelbord terechtkomt. Dan leg ik hem niet naast de kaartman neer, maar dan heb ik wel extra punten. Ja. Leg ik hem zo neer. Ja, ik vind het zonde als ik die rozen iets te snel afkap eigenlijk. Mm-hmm. Want zoals nu heb ik 2 eentjes. Nou ja, dat vind ik nog tot daar aan toe. Maar 2 eentjes, daar heb je echt net niks aan. Nee, klopt. Nee, dus ik denk dat ik deze zo ga doen. Oké. Dan heb ik niks aan die tuinman. Of de kaartman, zoals Geert noemt. Maar kijk, nu heb ik al wel 2 paddenstoelen. Dus deze kolom is eigenlijk al... Die is al gecharterd. Ja, dat is lekker. 8 punten is ook lekker, hoor, van paddenstoelen. Dus dat is deze fijn. Boom die ligt nog wel een klein beetje dichtbij hier. Maar goed, je kan niet alles hebben. Nee. Ja, dan wil ik eigenlijk toch gewoon weer een vierkant voor daartussen, denk ik. Of zal ik voor... Nee, ik ga voor deze. Oké, variatie. Die streep, ja, precies. Oké. Ik wil dus bomen. Ja. En liever geen schaakstukken, want ik was eigenlijk niet van plan om daarop te plaatsen. Ik denk dat ik voor deze ga. Ja, dat snap ik wel. Alleen nu heb ik wel ervoor gezorgd dat deze paddenstoel, die ligt hier voor Piet Snot. Want hij is nu vol. Oké. En er is maar 1 in die kolom. Dan leg ik deze hier neer. Dan plaats ik het schaakstuk correct. En krijg ik dus een bonustegel daarvoor. Ja, voor de kaartman. Zien, dat is... Een roos? Nou, dat soms kan wil ik ook uitkomen. Heel graag een vorm die niet bestaat. Zoals? Ik zou namelijk heel graag, dat zal ik even voordoen met deze, deze vorm willen.
Ja, maar ze hebben allemaal 4 tegels. Dus dan moet je wel een heel ander spel maken. Ja. Het is een goed idee, het is niet fout. Ik wil het gewoon graag. Ja, het is niet fout, maar het is wel, wel Oké, even denken. Want ik kan natuurlijk er ook voor zorgen... Oh, wacht, ik moet nog een... Ja, ik ben eerst. Jij bent aan de ik beurt. Ik ben aan de beurt, maakt helemaal niet uit. Oké, geef niet. Eigenlijk moet ik gewoon een gaatje overhouden van 1, zodat ik daar die paddenstoel in kwijt kan. Maar dan moet ik eigenlijk wel weten of er ook nog een andere paddenstoel komt. Ik denk dat ik deze hier neerleg. Dat zorgt ervoor dat mijn groep rozen groter wordt. En ik plaats zo'n schaakstuk correct. En die boom heeft in ieder geval een tweede in de rij zitten. Dus dat geeft een voordeel. Mag ik heel even grafisch inschatten of het goed zou zijn? Van dus mij deze wel. Houdt nog vast. Oké, je houdt hem vast. Ja, zodra je hem loslaat, ja, gaat dan het is het gedaan, hè? Ja. Ja, dat dacht ik al. Ik zit heel even te kijken, als ik hem hier neerleg, is het namelijk vrij definitief. Dan moet ik er nog zo één bij leggen. Ja, maar dat heb je zelf in de hand. Ja, oké, ik doe het. Nou, ik wilde deze hier, snap je? Ja, ja, maar dat goed, maakt niet uit. Oké. Nou, die tuinman die ligt helaas net niet aan die tuinman. Het schaakstuk ligt hier wel op. Je bent tevreden? Nou, weet ik niet. Weet ik niet. Oké, maakt ook niet uit. Wat ga je kiezen? Wat ga ik kiezen? Het valt me op dat wij deze twee vormen lastig vinden. Deze twee kiezen wij niet zo heel vaak. Nee, dat klopt. Maar zal ik het dan gewoon nu doen? Gewoon voor het voorbeeld. Ik doe hem gewoon voor het voorbeeld. Deze, hè? Ja. Oké. Want die zou ik hier wel kwijt willen. Ah! Dat is lekker. Ah, nee, er kan er maar één op. Pak die. Oké. Gewoon doen. Neem ik namelijk deze. Krijg ik ook nog een is bonus dit tegel. Jullie zien waarschijnlijk 400 dingen die handiger zijn dan wat wij nu doen. Maar dat is te laat. Ach, ja. Heb je een roos als bonus tegen? Oh, en een boom. Kijk, en lekker. Ja, lekker hoor. En deze zorgt ervoor dat ik in twee kolommen extra punten krijg. Oh ja. Ja, ik heb nog steeds maar 1 kolom, terwijl ik heel veel paddenstoelen heb. Dus dat is echt heel zonde. Ik denk dat ik gewoon... wacht even. Nee. Ik heb een idee. Ik neem deze. Oh, jammer. Kijk. Ik wou net die andere hebben. Nou, dat kun je zo meteen doen. Ja. En dan wil ik natuurlijk dat de rozengroep groter wordt. Dat lijkt me logisch. Dus als ik hem bijvoorbeeld zo neerleg, dan is de rozengroep 3, zit ook nog het schaakstuk goed en kan ik hem ook nog uitbreiden. Maar wat ga jij doen? Ja, sorry, ik kijk echt totaal niet aan wat jij allemaal aan doet. Nee, maakt helemaal niet uit. Ik krijg totaal oninteressant. Het speelt trouwens ook heel soepel solo. Dat merk je ook wel omdat je zelf bezig bent. Er zitten een paar soloreugels in, maar dat speelt heel soepel. Dus als je daarvan houdt, is dit ook echt een aanrader. Ik wil deze niet. Je wil die niet? Nee. Nou, dan moet je die andere kiezen. Oké, ik doe het toch maar. Ik leg hem hier neer. Oh, kijk, dit is wel lekker, want we moeten er even goed tussen. Mijn kaartmannetje komt nu bij een groep van 2. Dus het is 2 bonuspunten die ik wel ook nog kwijt moet zien te raken. Ja, dat is wel belangrijk. Ja. Aan de ene kant wil ik ze, aan de andere kant wil ik ze niet. Ik moet eigenlijk deze vrouw houden, want dan kan daar deze komen te liggen. Slim. En ik heb nu 2 paddenstoelen, dus deze kolom is nu ook goed. Oké, ik ben niet ontevreden. Mm-hmm. Ik zit even te denken. Ik heb best wel veel bonustegels. Ja. Misschien wil ik gewoon meer bonustegels nog. Oké. Prachtig. Wat heb je eraan? Hoe ga je dat bereiken? Oké, ik ga deze nemen. Oké. Zo, hoe ga ik dat bereiken? Ja, door meer kaartpannetjes te fixen natuurlijk. Even kijken hoor. Ja, hier een groepje aan. Daar heb ik helemaal niks aan. Mm-hmm. Al die schaakstukken. Dan ga ik toch voor deze. Die kan helemaal niet. Ja, ik zit zelf ook even te twijfelen wat ik doe. Ik denk dat ik zo doe. Dan krijg ik weer een bonustegel. Ik denk dat ik hem zo doe. Dat zorgt namelijk voor... Het heeft wat nadelen, maar het zorgt ook voor dat de groep rozen lekker groot is. Hoe kan het nou dat jouw bordje overzichtelijker is dan de mijne? Ja, dat is gewoon... Het is zo tegenstrijdig aan ons leven. Ja, dat is niet hoe Hoe kan het nou dat jij meer overzicht hebt dan ik? Het is niet hoe mijn karakter is, maar in dit spel op de een of andere manier vind ik het wel fijn. Oh, wacht. Als ik hier... Het is jammer dat je dit nog niet neer mag. Deze wil ik zo meteen hier. Dus die ga je reserveren, ja. Ja, deze wil ik zo meteen hier. Die leg ik gewoon even voor mezelf. Leg ik die daar even vast neer. Kijk, dan... Doe ik dit zo en dan hoop ik uiteindelijk toch nog wat meer paddenstoelen te krijgen. Ik kan jou natuurlijk ook een beetje pesten door in één keer heel snel alles vol te leggen. Ja, van mij mag dat. Maar daar ben ik zelf ook eigenlijk nog niet helemaal klaar voor. Dus nee. Dat is een beetje een ding. Waarom staan overal schaakstukken? Die heb ik helemaal niet nodig. En dan moet je iets anders kiezen. Ja. Even denken. Kan ik dit? Nee, ik neem deze wel. Zo. Oké. Welke kies je? Eigenlijk moet daar nog een boom. Het ik kies einde na dat die. Nu wel merken. Daar twee ja, zeker. Je merkt dat de bordjes voller raken, dus dat je niet heel veel mogelijkheden meer hebt. Nee, kijk, deze wil die misschien voor jou. Hier.
Even denken. Oh nee, daar zit er eentje tussen. Is die niet goed? Nee, want dan sluit hij hem net af. Oh, verhip. Dan heb ik alleen maar hele kleine stukjes. Even kijken, wil ik dan heel veel bonustegels? Wil ik dat? Ja, misschien wel. Oh, nou. Doe ik hem zo? Nou, leg ik deze zo leg neer. Leg ik hem aan, krijg ik 3 bonustegels. Oh nee! Dat is, waar leg je hem neer dan? Leg je hem hier tussen? Ja, ik leg deze aan. Ja, maar je krijgt er maar 2, want deze is niet aansluitend. Het moet wel aansluitend zijn. Hoe bedoel je, die is niet aansluitend? Je moet kijken welke aansluitend zijn. Oké, dan doe ik even met mijn ogen dicht er eentje terug. Maar goed, alsnog heb jij een indrukwekkende verzameling aan bonustegels. Ja, maar also, waar ga ik die allemaal laten? Ik krijg er trouwens ook nog één. Waar kreeg ik ook weer een voor? Daar. Okay. Ik moet er dus voor zorgen dat het laatste stuk, dit moet het laatste stuk zijn wat er nu gaat komen. Ja, ik dat moet misschien niet hardop zeggen, nou, maar dat is nu te laat. Ik moet ook eigenlijk gewoon deze wil ik eigenlijk nog hier paddenstoelen hebben. Dus ik kies er hier 2 van. En dan moet die. Leg ik er 2 neer. Ik heb al, ja, ja, die wou ik. Die wou ik. Ja, ik zit zelf te denken, ik ben hier helemaal niet blij mee. En dan kan ik zo meteen geen stukje meer plaatsen. Echt zo vervelend. Ik jij ook niet. Ik ook niet. Nee, maar ik pak geen bonustegels meer. En ik krijg daarvoor 1 bonustegel. Ja, ik moet deze pakken, want mijn plannetje werkt alleen als ik deze hier neerleg. Ja. Volgens mij ben je nu wel tevreden, nu ben of ik niet? Aan de beurt, maar ja, ik kan wel tegels pakken. Nee, moet ik nog tegels pakken? Want jij mag dan nog een bonustegel pakken, want jij kan dan niet. Ja, maar jij kan ook niet. We krijgen allebei nog een bonustegel. Nee, ik hoef er geen één. Je hoeft er geen één. Toch krijg je er nog één. Kijk, alsjeblieft. Even zien. Ja, we zijn tegelijkertijd klaar. Dat hebben we ook niet zo vaak. Deze doe ik hier. Die doe ik daar. Die gaat hier. Doe ik deze. Ja, dat is toch jammer. Hier. Even denken. Wat ga ik hier nou in doen? Zo'n paddenstoel heeft helemaal geen zin. Dan doe ik deze wel. Hier heb ik ook niks aan eigenlijk. Hij zit helemaal vol, maar ik heb al 15 minpunten. Ja. Ik heb 1 minpunt. Ik heb 1 bonus tegenover. Dus dat zorgt ervoor. Oh, jij zit ook helemaal vol. Ja, je krijgt voor elke bonus tegel. Ja, het is echt 15 minpunten. Wil jij even een pen pakken? Die liggen daarboven. Zie je dit roze? Dan ga ik eens eventjes hier de score op invullen. Doe dat eens, alsjeblieft. Oké. Ja, ik weet dat het niet helemaal recht is, maar anders dan kan ik er niet bij. Oké. Als eerste kijken wij naar de schaakstukken. Ja, hoeveel punten krijg jij? Ik heb er 1, 2, 3, 4 in het midden. Dat zorgt dus voor 20 punten. Ja, ik heb er, even denken, waar loopt mijn banen hier? Ja. Ik heb ook 4. 20 punten, oh, dat is lekker. Saai. Rozen. De rozen. Ik heb hier een groepje van 3, dat is 9. Hier een groepje van 2 is 4, is 13. 3 erbij maakt 22. En dan nog een groep van 5 zorgt voor 47. Dat is wel een klein beetje veel, geloof ik. Ja, ik heb er goed op gegaan. Even kijken, ik heb een groep van 3, dus 9. Ik heb een groep van 1, dat maakt samen 10. Dan nog 4 erbij is 14 en 1 is 15. Ah ja. Paddenstoel heb ik minder gedaan. Ik heb 1... 2, hier zit naast elkaar, dus dat telt niet. 2. Dus 16 punten zijn dat. Ja, 16 punten. Oké, ik heb, deze telt niet, die wel. Dat is 1 kolom, 2 kolom, 3 kolom. 3 keer, wat is het? 8, waar staat die? 24, lekker. 24. Ja, die boom heb ik ook niet perfect gedaan. Hier heb ik geen boom, hier maar 1 boom, dat telt niet. Dat telt niet. Hier 2 vlak bij elkaar, dus dat zijn 3 punten. Hier niks, maar hier 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 11, 12, 13, 14, 15. Toch nog best aardig. Ik word kaart ingemaakt hier, oh joh. Ja, perfect. Even kijken. Deze is lekker. Oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lekker. Die niet. Deze is iets minder lekker. 9, 10, 11, 12, 13. Oh ja. Die ook niet. 14, 15, 16, 17, 18. Oh, dat was jammer 18. Geweest. Dat was lekker geweest. Ja, nu komt het minder leuke gedeelte. Minpunten. Nou, allebei zit hij helemaal vol. Ja. Dus voor de gaten die overblijven krijgen we geen minpunten. Maar ik heb nog 1 tegen en dat zorgt voor 5 minpunten. Oh, ik heb min 15. Nou, dan mag jij het even heel snel optellen. Zal ik eens even optellen? Tel jij dat eens even heel snel bij elkaar op. Even zien. Dat zorgt voor dat ik 67 plus 16 is 73, 83 plus 15 is 98, min 5, 93 puntjes voor de Geert. Oké. En voor Marieke 35... 59, 77, min 15 is 62. Dus 93. Is niet best. Ik vind toch
dat je het gedaan hebt. Ja, ik heb het zeker gedaan. Je hebt het zeker gedaan. Ja, maar... ik heb wel een certificaat van het meedoen. Hè? Ja, ja. Je hebt je strikdiploma. Nou ja. Participation trophy wil Precies. ik graag. Ja. Wat vind jij van Alice's Garden? Ik vind het heel leuk omdat het zo simpel is. Omdat het gewoon echt zo'n familiespel is. Je zit een beetje lekker te puzzelen. Er komt nog best wel bij kijken als je denkt, als je het zeg maar echt perfect wil doen. Ja, zeker. En dan kom je erachter dat je het dan niet zo goed kan. Maar dat geeft verder niet. Maar het is gewoon super simpel. Het ziet er heel mooi uit. Ik vind de uitvoering, maar goed, dat zijn we inmiddels gewend van Happy Meeple Games, echt fantastisch. Die want zakjes zijn dit echt zijn van zacht. Die velvet zakjes. Ik bedoel, welk spel doet dat er nou bij? Echt bizar. Dus dit artwork is fantastisch. Ja, het is gewoon een prachtige uitvoering. Dus daar ga ik heel goed op. Dus dit is gewoon echt een topper voor iemand die op zoek is naar een heel makkelijk licht familiespel. Helemaal mee eens. En de doos is trouwens niet heel groot. Dus je kan hem best meenemen op vakantie, denk ik. Even Geert voor skill. Ja. Het is inderdaad perfect. Het kan in... Het is ongeveer Geert's hoofd. Nou, het kan in je koffer, kan het mee. Het kan inderdaad... Ja, voor een koffer is hij misschien wat groot. Maar hij kan makkelijk op de camping. En die tegels zijn natuurlijk best wel zwaar. Als in die waar je niet zomaar weg. Precies. Nou, tot zover onze tips. Alice's Garden is wat mij betreft echt een aanrader. Voor de familiespeler, maar ook de expertspeler zal er zeker uitdagingen vinden. Dus een dikke aanrader. Lieve groetjes.